Aloha, hola Mana hier. Wat leuk dat jullie weer kijken naar mijn filmpje. Vandaag ga ik op bezoek bij Maaike. Zij is al 3 jaar mijn holistische massagetherapeute. En wij kwamen samen op het idee om eens te laten zien wat holistische massagetherapie nou eigenlijk is. Nou, we zijn er. Opsa, op het Koningsplein. Zendo.nl studio. Nou, ik ben binnen. Dit is Maaike. Hi Maaike. Hallo. En dit is de studio. Laat ik meteen even de studio zien. Ja, kom verder. Kijk, dat is heel rustgevend. In the center of the room. Ja. Ja, ik hou niet zo van kleine kamertjes. Nee, dat kom je wel regelmatig tegen. En dit is zo'n fijne ruimte. Ja. Ja, dus hier kom ik zo nu en dan. Oké, nou, dan gaan we als eerst eventjes zitten. Heel knus. Ja, normaal is het niet zo knus, maar ze heeft geen selfie-stok. Je had wel een klacht. Wat is er met je rug? Mijn rug? Nou, eigenlijk meerdere dingen. Tegenwoordig ben ik sowieso heel actief bezig met yoga. En ook, ik heb inderdaad kracht vandaag gedaan. Ja, dat is een sport en ook heel intens. Dus ik heb ook wel last van mijn armen, omdat ik even een push-up moet doen. Maar eigenlijk heb ik een blessure. En die blessure is... sinds kerst, want we hadden een kerstdiner met vrienden. En na het diner zijn we nog een party gaan doen. En tijdens die party kwamen we op het idee met een lokkerkast. Dat werd de tijdmachine. En die tijdmachine, daar ging... Worden jullie ook zo nieuwsgierig? Nou, op het moment leek het een heel leuk idee. Aha. En bij de jongens ging het allemaal goed. Maar ik was als meisje ook zo gek om mee te doen. En toen ben ik in die lokker gaan staan. En de bedoeling was dat je dan in de tijdmachine ging. Maar ja, dan werd de lokker, zeg maar, omver geduwd. Ja, dus dat is een beetje stom geweest. Want nu heb ik dus een blessure in mijn onderrug. En hoe voel je die? Hoe voel ik die? Nou, vooral als ik zeg maar zelf een sprong maak. Ben je al naar je fysio geweest? Ik ben nog niet naar de fysio geweest, nee. Je weet dat ik daar fan van ben. Ja. Die hebben weer hun eigen specialiteit. Ja. Ja, er zit ook niet zoveel vet op bij jou, hè? Dus dat... Nee. Oh, sorry, serieus. Dat maakt dat je soms wat minder... Ja, jeetje meid. Nou, dan wil ik gewoon eerst eens even kijken. En weet je, ik zet gewoon in met een zachte massage en over proberen de spieren te ontspannen. En volgens mij is die tijdmachine niet zo'n goed idee. Nee, die tijdmachine was een spontaan idee. En vooral ook een beetje een jongensspelletje volgens mij. Moet je daar als meisje helemaal niet aan meedoen. Maar wil jij nog eventjes kort uitleggen wat holistische massagetherapie is? Want er zijn natuurlijk 3 termen. Je hebt holistisch, dat is woord 1. Nou, massage, dat weet iedereen wel. En dan heb je therapie. Maar waarom die 3 woorden samen en wat is holistisch massage? Waarom die 3 woorden samen? Nou, holistisch betekent eigenlijk 1. Dus ja. Dat is... In dit geval gaat het erom dat je lichaam en je geest, je leven en je lichaam zijn echt verbonden. Heb jij heel veel stress in je lijf, dan ga je hoogstwaarschijnlijk aanspannen. Iedereen heeft zo zijn dingen. Hè? Het ligt zwaar op je schouders of het ligt zwaar op je maag. Ik heb weken knieën. De taal is er ook al helemaal vol van gaan staan. En dat is het holistische, dat ik ervan uitga als op een van de vlakken in je leven, met je werk, thuis, privé of spiritueel. Je hebt ook mensen die gewoon een beetje de weg kwijt zijn van, ja, wat is eigenlijk het doel van mijn leven? Als je daar problemen onder vindt, dan vind je die vaak terug ook in je lijf. En je lijf is met massage een hele goede toegang om te gaan voelen van, hoe zit ik eigenlijk in mijn lijf, hoe zit ik in mijn leven? Ja. Maar stel dat je merkt dat je heel vaak met je schouders omhoog loopt. Je hebt vaak die strakke schouders en zo. Ja. Dat kan iets zijn vanuit je werk, dat kan ik vanaf hier niet zien. Maar 9 van de 10 mensen die bij mij naar binnen komt, die heeft eigenlijk ook wel zoiets van, ik heb eigenlijk gewoon een beetje stress. Oké. Stress. Ja. Wat voor stress? Waarom heb je stress? En vaak als je weet waarom jij je schouders aanspant, kan je het ook weer loslaten. Omdat je dan eigenlijk ook de oplossing vindt van, maar dat hoeft niet meer. Ja. En dat is dus de combinatie van holistische massage, therapie. Oh,
Voel ik me lekker ontspannen, zeg. Drink nog even mijn kopje thee. Meidje, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Pas en goed dan op jezelf. Doe ik. Ja, ik doe geen tijdmachine meer. Zeker niet. Nee. Hey, ik kom net terug van de massage. En ik kan jullie vertellen dat ik echt heel erg ontspannen ben. Mijn lichaam voelt relaxed. En ik denk, als jouw lichaam relaxed is, dan kan jouw geest ook relaxed zijn. Ik wil jullie graag vertellen over mijn eerste ervaring met Maaike. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik klaar was voor een nieuw begin. En dat ik daarom naar een massage op zoek was. En toen kwam ik terecht bij holistische massagetherapie. Wat ik me er vooral van kan herinneren is dat zij op een gegeven moment bij mij op mijn lichaam bepaalde plekken aan het masseren was. En dat ik me daar niet prettig bij voelde. Dus op een gegeven moment kwam ze bij mij bij één plekje, dat was hier. Echt gewoon recht achter mijn schouder. En toen legde ze daar haar vinger op. En ik trok dus de hele tijd weg. Omdat ik me daar heel erg ongemakkelijk bij voelde. Waarom weet ik niet. Het was gewoon voor mij een plekje waar ze niet aan mocht komen. En toen zei ze, laten we eens samen op ontdekking gaan wat zou er gebeuren als ik mijn vinger wel erop houd. Ze was niet eens aan het masseren, maar dan hield ze puur alleen haar vinger zo op dat plekje. En het was zo ontzettend bizar wat ik toen meemaakte. Want ik begon letterlijk op die massagetafel te huilen. En ik weet nog steeds niet waar die tranen vandaan kwamen. En ik denk dat het niet per se belangrijk is om erachter te komen waar die tranen vandaan kwamen. Het feit is dat die tranen er zaten. Er zat verdriet opgekropt in mijn lichaam. En ik geloof heel erg in energie. En ook die energie van een traumatische ervaring of gevoelens, emoties. Als zo'n emotie er niet uit kan, daarom heet het ook emotie, dat betekent emotie naar buiten gaat. Als die emotie niet vrij kan komen, niet los kan, niet verwerkt wordt, dan gaat het zich in jouw lichaam vestigen. En dat is waarom sommige mensen denk ik ook last hebben van bepaalde klachten. En je kunt ook bepaalde lichaamsklachten heel erg linken aan emoties. En voor mij was het een hele bijzondere ervaring om dus te zien dat puur door een massage iets los kan komen. Dat is onbeschrijfelijk. Ik voelde me ook letterlijk na die massage voelde ik me lichter. Nou goed, mijn vraag voor jou eigenlijk vandaag is, wat heb je vandaag al voor jezelf gedaan? Want jezelf verwennen is net zo belangrijk als iemand anders verwennen. En ik denk dat body, mind en soul alle drie elke dag aan bod moeten komen. Dus probeer bij jezelf na te gaan. Wat heb ik vandaag gedaan voor mezelf, voor mijn lichaam, voor mijn geest en voor mijn ziel? En voor mij is een massage eigenlijk een beetje alles in één. Masseren kan dus eigenlijk op twee manieren werken. Het kan therapeutisch werken of ontspannend. Als je iemand zoekt die holistische massagetherapie doet, dan raad ik zeker Maaike aan. Ze is erg goed. Ik laat me graag masseren. Ik ben ook vaak gemasseerd in Thailand en andere landen. Maar niemand heeft tot nu toe Maaike overtroffen. Haar technieken zijn goed, ze is gespecialiseerd en ze heeft alle juiste certificaten. En ze heeft gewoon ervaring en ze weet wat ze doet. Ik ga jullie een hele fijne dag wensen. Denk aan jezelf, verwen jezelf en maak er een mooie dag van. Doei!